uit de film Refugee. Sonirigam en Alka Yagni. Panchi Nadia Pawanki, Dana Kabolhe. En goedemiddag, lieve luisteraars. Inmiddels 3:05. En zoals beloofd gaan we nu het gesprek voeren met mevrouw Reshma Mangre. En zij is nu bijna, nou, zeker meer dan 18 maanden parlementariër. En in haar vorige leven was ze onderwijzeres en voorzitter, dat is ze nog steeds trouwens, van de BVL. En dat is de bond voor of van leerkrachten. En de komende minuten gaan we met haar stilstaan bij 18 maanden, tenminste 18 maanden. Lees lidmaatschap, parlementariër in Suriname. Mevrouw Mangri, goedemiddag, welkom in de uitzending. Ja, goedemiddag meneer Kataram. Ik wil even een nuance inbrengen. Ik ben natuurlijk van huis uit academicus. Ja. Dus niet gewoon onderwijzeres, maar academicus. En ik heb mijn Master of Science degree. En ik ben niet alleen de voorzitter van de Bond van Leraren, maar ook voor de Alliantie van Leerkrachten in Suriname. Dat zijn twee bonden waarvan ik de voorzitter ben. Perfect, helemaal compleet. Nee, dankjewel voor de toevoeging. Dan hebben we een compleet beeld over je achtergrond. Je passie lag bij het onderwijs sowieso. Hè? Ja, en ja, je bent jarenlang toch wel als belangenbehartiger voor de leerkrachten in het onderwijs. Heb je natuurlijk je ingezet. En van daaruit uiteindelijk toch wel ook de doorstroom in de politiek. Ja. Je bent, de regering zit 18 maanden. Hoe lang ben je nu al parlementariër? Ja, 18 maanden. De installatie was in juni 2025. Ja. En dus vanaf toen ben ik parlementariër. 2020. En dus vanaf juni 2020 na de installatie zijn we dus toegelaten tot de Nationale Assemblee. Ja, en je hebt toen ook uiteindelijk bewust gekozen zeg maar parlementariër te worden. Je bent trouwens gevraagd, hè, om op de lijst te staan van de VHP. Ja, ja. Dat ben ik gevraagd geworden, inderdaad. En ik zit inmiddels 20 jaar in de vakbeweging. Ja. En we hebben heel lang aan de weg getimmerd. En het is soms belangrijk dat je niet alleen aan de kantlijn staat, maar als je inderdaad verandering wil, dan is de stap die je moet maken richting politiek. Eerlijk gezegd, meneer Kataram, mijn doel was om te gaan promoveren. Want dat traject wilde ik inzetten om mijn doktortitel te halen. Dat is nog steeds mijn wens en dat staat ook op agenda. Maar uiteindelijk heb ik gezegd, we hadden dat nodig om alle krachten bij elkaar te verenigen. Om dit land uit de crisis te halen, om een einde te maken aan het wanbeleid. En vandaar dat mijn keuze is gevallen toen om de politiek in te gaan. Want wil je daadwerkelijk verandering brengen, dan moet je wat dichterbij komen dicht bij het beleid, om dat te kunnen meehelpen bepalen. Ja, alleen maar door in het parlement een plek te hebben, als parlementariër, actieve politica, zeg jij, kan ik bijdragen aan koerswijziging, aan een betere Suriname? Ja, onder andere. Je hebt natuurlijk andere functies, kun je dat ook doen. Ja. Maar het parlement is een van de scheiding, die behoort tot de scheiding der machten. Ja. Dus je zou op die manier ook een bijdrage kunnen leveren, omdat jij dan de wetten daar maakt. En belangrijk is dat wanneer je weet waar het land naartoe moet gaan en wat het beleid is, die je de planning kan maken en de targets moet gaan halen. Targets stellen en dan targets moet gaan halen. Ja, ik zei in de aankondiging van dit gesprek, hè, mevrouw Reshma Mangre, een nieuwe generatie politica met een nieuw ELA. En dat betekent integer, betrouwbaar en gefocust op het dienen van het algemeen belang. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ik ben nog steeds voorstander van dienend leiderschap, waar je dienstbaar bent aan de gemeenschap en dat staat dan centraal. Ja. Het is niet zozeer gebaseerd echt op macht, maar meer bewustwording, groei en ontwikkeling van een natie en in dit geval van Suriname. Ja, ja en daarin kun je alleen maar lees een voorbeeldig leider zijn als jouw inborst betrouwbaar, integer,
en vooral gefocust is op het inzetten voor het algemeen belang. Voor alle mensen, ongeacht geloof, huidskleur, rangen, standen. Iedereen is wat jou betreft toch wel gelijk en daar ga jij voor. Ja, ik doe dat onder andere al, want ik ben de voorzitter van de Bond van Leraren en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname. Ja. En dat behelpt eigenlijk de leerkrachten vanaf de basisschool tot en met HBO-opleiding. En het zijn leerkrachten dwars door alle niveaus, dwars door alle etniciteiten, dwars door alle politieke partijen. En ik moet de leiding aangeven. Dus ik heb gezegd, voor mij is het belangrijk, hoe kun je je eigen talenten inzetten in je dagelijkse leiderschap? En wat heb je nodig om daadkrachtig te tonen, om het verschil te maken en eigenlijk om die uitdagingen van morgen, van vandaag en morgen aan te kunnen? Ja, men zegt wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En ja. Een democratische samenleving met competente leiders die investeren in de jeugd, hè? En investeren in de jeugd vooral in goed onderwijs, zodat zij later die verantwoordelijkheden kunnen overnemen van de generatie die nu verantwoordelijk is. Wat zijn de uitdagingen voor jou op dat punt? Jij bent de politiek ingegaan vanuit jouw achtergrond als vakbondsvertegenwoordiger, leider. Wat zijn wat jou betreft de uitdagingen? Wat zijn de zaken waarvan jij zegt van dat kan beter, dat moet beter en daarvoor sta ik? Ja, wat beter moet gaan is in ieder geval dat we meer geld zetten op de begroting voor onderwijs. Ja. Dat we meer gaan investeren in ons onderwijs. En belangrijk is dat mensen gaan beseffen dat de kwaliteit van het onderwijs valt in staat met de kwaliteit van de leraar. Dus ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het moet goed gaan met de leraar, wil het ook goed gaan met het onderwijs. En daarom zeg ik, ik kwam toevallig gisteren van een meeting met het cluster van ministers, om te kijken hoe kunnen we nu de secundaire voorzieningen voor de leerkrachten gaan verbeteren, maar ook meewerken aan een betere loon voor de leerkrachten. Wat we merken in Suriname is dat heel veel leerkrachten eigenlijk een bijbaan hebben. Ze zitten 's middags ook nog les te geven en in de avonduren. En u begrijpt, dat gaat inboeten aan kwaliteit. Ja. En wil je professionals voor de klas hebben, dan moet je gaan investeren in ons onderwijs. Continue training, een upgrading. En dat is waarvoor de bond ook staat. We zijn er niet alleen, onze core business is natuurlijk loononderhandeling. Maar we zeggen, we willen ook gaan kijken, hoe kunnen we als bond een steentje bijdragen om te kijken om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. En we hoeven het wiel niet uit te vinden. Laten we gaan kijken wat er in Singapore is gebeurd. Laten we gaan kijken wat er in Finland is gebeurd. Ik doe mee aan wereldcongressen wat onderwijs betreft. Ja. En dan zie je die verandering daar. Wil je dat het goed gaat met de natie, dan moet het goed gaan met ons onderwijs. Ja. Althans, de mensen die worden afgeleverd, of het de president is, of het de specialisten zijn, of het de politieambtenaar is, of het, just name it, welk beroep dan ook, gaat door onze handen. En als het fundament niet goed wordt gelegd, is net alsof je een huis bouwt en je fundament is niet goed, dan kun je naar boven bouwen, maar dan stort het in elkaar. Ja. Dus ik zeg, het fundament moet goed gelegd worden. En ik geloof er heilig in, dat wanneer er meer wordt geïnvesteerd in ons onderwijs, dat het ook goed zal gaan met ons land. En opeenvolgende regeringen hebben dat nagelaten. We hebben zelfs gezegd dat onderwijs prioriteit nummer 1 is. En we zeggen dat onderwijs de backbone is van een natie. En het besef moet nu ook komen dat meer dan ooit wij meer geld op de begroting moeten gaan leggen voor onderwijs. Niet dat een groot deel alleen gaat naar lonen en salarissen, maar dat we inderdaad wat geld over hebben om te gaan investeren in de kwaliteit van ons onderwijs, om te investeren in de leermiddelen. Want u moet een milieu gaan scheppen, een kindvriendelijk milieu, een leraarvriendelijk milieu gaan scheppen. En dan kan het onderwijs gaan bloeien en groeien. En daarvoor heb je geld nodig. Zeker. Helemaal mee eens, hè? Dus je moet inderdaad investeren. Ja. Jullie hebben inmiddels een eerste begroting vastgesteld. Ja. En is in jouw begroting van deze regering nu inderdaad meer geld uitgetrokken voor het onderwijs? Ik heb de begroting nog niet gezien, dat hebben wij nog niet gehad. Dus ik pleit wel daarvoor dat er wat meer geld komt op de begroting, maar we hebben de begroting nog niet. De begroting 2021 was niet vastgesteld?
Nee, 2021, maar ik bedoel voor 2022. Ja, nee, maar ik heb het nu even... 2021. Ja? Nee, nee, nee. Daarvoor had je nog net geld om dat van COVID op te lossen. Extra middelen gelden voor het binnenland en om dat COVID-probleem op te lossen. Maar niet dat er echt is geïnvesteerd in onderwijs. Dat je kunt zeggen, het heeft een verbetering gebracht in de kwaliteit van ons onderwijs. Ja, dus vooralsnog heeft dat nog niet die prioriteit gehad. Ook niet van deze regering, waarvan jij zegt dat dat toch wel een mus is. Hè? Wat je ook doet, je moet wel dat onderwijs toch wel beter bedienen, toerusten. De bereikbaarheid en de uitrusting van het onderwijs moet optimaal zijn. En we zien al bij de eerste begroting dat op dat punt toch weinig aandacht is geweest voor het onderwijs. Ik zag trouwens ook de minister van Onderwijs een circulaire naar het parlement sturen, waarin ze bij de parlementariërs op het hart drukte, zelfs een beroep deed nederig van alsjeblieft, zorg ervoor dat er meer geld komt op de begroting, zodat er tenminste die panden van de scholen een beetje toch wel fatsoenlijk kunnen renoveren, zodat die kinderen toch wel een locatie hebben waarin ze fatsoenlijk onderwijs kunnen krijgen. Ik heb niet de indruk dat de minister gehoor heeft gekregen in het parlement. Ja, kijk, uiteindelijk moet elk ministerie geld krijgen. Ja. En het is een moeilijke klus, ja, omdat het besef tot ons goed moet doordringen dat het land in een economische dip zit. Ja. We zitten diep in de problemen met alle onder andere onbetaalbare buitenlandse schulden, et cetera, et cetera. Ja. En we moeten hele mooie dromen hebben en doelen stellen, maar je moet de middelen hebben om het te realiseren. Toch? Ja. En net als zoals je hebt gezegd, je wil een school hebben, je wil het bijna conform de internationale standaarden, maar je moet daarin gaan investeren. En dus heb je geld nodig. Nu is het een hele grote klus voor de minister van Financiën om te kijken hoeveel geld geeft hij aan de ministeries. En het onderwijs is het grootste ministerie. We zitten zeker met meer dan 12.000 leraren, een heleboel studenten, leerlingen. Dus het is een log apparaat voor wat betreft het onderwijs. En dan moeten we gaan kijken hoeveel geld hebben we ter beschikking om de noodzakelijke deers in place te brengen, want dat moet gegarandeerd blijven. Elk kind heeft recht op onderwijs, wij willen dat zeker niet schenden. Dus je moet dat kunnen garanderen. En wat zijn de voorwaarden, de randvoorwaarden om dat te kunnen garanderen? En pas als er geld overblijft, dan zeg je oké, je wil gaan kijken hoeveel geld is over om nog een extra renovatie te gaan doen met voor toiletten of voor schoolborden of voor leermiddelen. Nu hebben we wel dat particulieren ons helpen en dat is het PPP-project, waarbij we dan zeggen van we benaderen ook particulieren om te zeggen van hé, laten we in het district kijken, zijn er een paar bedrijven die willen doneren, sponsoren die we zoeken, om dan de toiletgroepen te renoveren. Want u begrijpt, zeker met COVID moet hygiëne gegarandeerd zijn op school. Want we willen niet onderwijs is een overheidstaak. Dat particulieren goedwillenden ook af en toe bijdragen is mooi genomen. Even aansluiten bij toch wel uw opmerking. Hè? Wat zijn de belangrijke zaken die er sowieso moeten zijn om goed onderwijs mogelijk te maken? Wat zijn wat u betreft de randvoorwaarden die er moeten zijn nu? En wat heeft deze regering nu al opgepakt om te zorgen dat die kinderen goed onderwijs kunnen krijgen? Ja, één is het voorzien van leermiddelen. Het voorzien van leermateriaal. De leraren equipped maken, trainingen geven om te kijken hoe kunnen we ook in een COVID-situatie de leerstof aanpassen. Die randvoorwaarden zijn in place gebracht. Curriculum is geschreven, er zijn van tijd tot tijd Zoom-meetings. Dus het enige wat nog, niet het enige, er zijn nog een aantal dingen die niet in place zijn. Like, weet je, iedereen wil een mooi schoolbord hebben, iedereen wil goed functionerende toilettengroep hebben. Dus dat zijn nog dingen die op scholen niet gebeuren. Ik moet wel eerlijkheidshalve aangeven dat de minister van Onderwijs een aanvang heeft gemaakt. En ik begrijp dat het zijn problemen van tientallen jaren. Het is niet een probleem van nu. Vanaf ik in de vakbeweging zit, knokken we voor hetzelfde. Bijna lijken die brieven op hetzelfde. Elke keer wanneer je naar het ministerie zit, op één volgende regeringen hebben er eigenlijk geen prioriteit aangegeven. Het is steeds meer brandjes blussen. Oh, zo'n school, daar doen de toiletten niet. Dus dat even aanpakken en daar even aanpakken. En dan, je moet de problemen structureel gaan oplossen. En dan gaan we zeggen, oké, als de school helemaal equipped is,
Dan pas kunnen we zeggen dat onderwijs is daar gegarandeerd. Kunnen we gaan kijken naar kwaliteit van onderwijs. Wat we nu bijvoorbeeld ook hebben, dat de scholen vanwege COVID heb je kleinere klassen. Nu kunnen niet alle kinderen elke dag naar school. Maar ja. Dat brengt ook met zich mee dat een kind dat één dag thuis blijft, wil zeggen extra uitgaven voor de ouder. Ja. Waar gaat dat kind blijven? Wie gaat voor dat kind zorgen? Je moet extra eten, drinken voor dat geld hebben. Maar ook extra oppasgeld. Ja. En dat kunnen de ouders niet betalen. Nee. Maar daarnaast brengt het ook met zich mee dat kinderen die bijvoorbeeld zonder gezag thuis blijven, dat ze blootgesteld zijn aan allerlei gevaren. Like tienerzwangerschap, huiselijk geweld, fysiek geweld, seksueel geweld. Dus we moeten dus gaan kijken hoe we dat probleem gaan oplossen. Het is niet makkelijk. COVID gaat nog lang niet weg. We hebben vandaag het record hier gehaald van, althans gisteren, van 747 besmettingen op dagbasis. Ja. Dat is te veel. Het is zorgwekkend. En de schooldeuren moeten straks opengaan. En ik vraag mijn gemoede af, hoe en waar gaat dit eindigen? Dus we moeten gaan nadenken hoe we op creatieve manieren gaan moeten bedenken om dit probleem op te lossen. Het moet een structurele oplossing gaan krijgen. Ja, maar u bent het met mij eens, hè? Ik bedoel, we begonnen al te benadrukken hoe belangrijk onderwijs is voor de generatie die we nu aan het opvoeden zijn. Ja. We kunnen toch niet het geld als argument hebben om toch wel lekkende schoolgebouwen te hebben. Kun je toch niet geld als argument hebben om te zeggen dat die toiletten waar die behoefte moeten kunnen doen, want ze zitten vanaf 's ochtends tot 's middags op die school, dat die toiletten onklaar zijn gemaakt. We kunnen toch niet maken dat we voor de klas leerkrachten hebben staan die feitelijk niet gemotiveerd zijn. Misschien ook niet eens de energie hebben om daar volwaardig hun taak te volbrengen. Doel, geld moet toch op dat punt niet een argument zijn om dat in stand te houden. Doel, u bent vakbondsvrouwen, je bent parlementariër, u zegt u bent de politiek ingegaan. Met name om vanuit de politiek iets wezenlijks bij te dragen aan het scheppen van betere mogelijkheden. Ik bedoel, is er in de begroting, ik had begrepen dat meneer Achaiber Singh 1,5 miljard SRD op de begroting had gespaard. He? Hij had dat allemaal lees over. Ik bedoel, dat geld zou je toch kunnen gebruiken, bijvoorbeeld een deel van dat geld, om dit soort van problemen op te lossen. Ja, maar dat gebeurt ook. Dat luisterend oor is er. En daarom zei ik u ook, ik ben continu in onderhandeling met de regering. En er wordt dus overal de gevallen die ik gerapporteerd krijg, wordt aangegeven. En dan wordt het opgepakt. Snap je? Het is niet van, oké, er is geldgebrek, we hebben een rapportage gedaan van daar lekken de toiletten op de daken en het wordt niet aangepakt. Het wordt aangepakt. Maar belangrijk is ook dat we de rapportages krijgen. Snap je? Als je de rapportages niet krijgt, dan weet je ook niet wat er op die school gebeurt. Dus het ministerie moet zelf met de technische dienst gaan werken. En daar doen ze ook heel hard hun best om die randvoorwaarden voor die leerkrachten in orde te maken. En ook voor de kinderen, zodat het onderwijs gegarandeerd blijft. En dat heeft de minister van Onderwijs ook gezegd. Voor haar is prioriteit dat onderwijs gegarandeerd blijft. En nu hebben we de eerste stappen gezet om te kijken welke scholen zijn nog niet aan bod gekomen. En dan wordt er uit de begroting van 2022, dan zullen die scholen aan de beurt komen. Je kunt niet alles in één keer doen, omdat het binnenland, u weet dat het binnenland onder water was gelopen. Daar is er ook heel veel geld gegaan, onvoorzien natuurlijk. En dat had prioriteit. Kijk, wanneer je geld hebt, dan is ook belangrijk de keuzes die je maakt, de prioriteiten die je stelt. En je kunt niet alles in één keer. En dat begrijp ik ook. Vandaar dat we op regelmatige basis met de minister communiceren om te zeggen, daar gaat het niet goed, minister, daar gaat het niet goed. Pakt u dit aan en pakt u dat aan. En gelukkig is dat luisterend oor er wel. Want ik zeg, mijn leraren moeten niet gaan werken wanneer hygiëne daar het niet in orde is, dat het niet hygiënisch is of dat de randvoorwaarden niet in place zijn. Want zeker met COVID is elk leven voor ons, moeten we daar zuinig op zijn. Zeker. En is elk leven voor ons erg dierbaar, van een kind of van een leerkracht, maakt niet uit. En heeft u nou wat kunnen lospeuteren voor de secundaire voorzieningen, arbeidsvoorwaarden? Ja, we hebben gisteren uitbundig uitgebreid gesproken met de
cluster van ministers. Ja. Het vorige gesprek is op 18 november geweest met de minister van Onderwijs. Zo hoort het eigenlijk. De minister van Onderwijs, er zijn natuurlijk een aantal zaken die voor de minister van Financiën zijn. En dus we hebben ook met de cluster van ministers gesproken. En 11 januari hebben we een vervolggesprek. En voorlopig ziet dat er goed uit. En ik heb ook aan de ministers voorgehouden. Wij staan ervoor. Dat moet in ieder geval in please worden gebracht voor de leerkrachten. Want net wat u zegt, we moeten gemotiveerde leerkrachten voor de klas hebben. En geen leerkrachten die denken van, oh, vandaag moet ik weer naar school en ik ben erg gedemotiveerd. Dat helpt niet. En waar moeten we aan denken? Wat zijn dan de secundaire... De secundaire voorwaarden zijn klasseligging voor de leerkrachten, tandheelkundige behandeling, want dat hebben we helemaal niet. Ja. Ik moet u aangeven dat we de afgelopen 10 jaren... ervoor hebben geknokt. Er was toen een overheidsoverlegorgaan, het OO afgekort. Ja. En zeker onder mijn voormalige voorzitter van de bond hebben we tientallen gesprekken gevoerd gekomen. Omdat gewoon het OO niet altijd het mandaat heeft. En wanneer iemand niet het mandaat heeft, dan ga je niet praten om te praten. Want je blijft maar praten en daden blijven uit. Hmm. Dus, en zeker toen ik voorzitter werd, heb ik gezegd, wanneer ik onderhandel met een regering of met een afgevaardigde, dan moet die persoon wel mandaat hebben. Anders heeft het geen zin voor mij om te onderhandelen. Ja. Dus dat is nooit van de grond gekomen. En ik ben blij dat deze regering wel het luisterend oor heeft. En zeker de secundaire voorzieningen voor de leerkrachten, die eigenlijk een noodzaak zijn om dat in orde te krijgen. We hebben het de afgelopen 10 jaar niet gedaan gekregen. Ja, maar tandheelkundige, zeg maar, zorg, zegt u. En wat nog meer? Ja, dat dus de klasseligging voor de leraren. We hebben dan ook andere dingen, de COVID-toelagen. We hebben een dingen tegemoet... We moeten een TWK hebben we nog te goed. Dus dat zijn allerlei TWK dingen wat? Die we waarvan? Hebben. TWK dat waarop? Is van de herwaardering. Ja. Van de herwaardering. De implementatie is geschied in 2017. Ja. Ja. En wij zouden nog een tegemoetkoming moeten krijgen. Althans, het verschil zouden we nog moeten krijgen van de maanden oktober tot en met december. Dat is van 3 maanden. Omdat de implementatiedatum was oktober 2016. En het is eigenlijk uitgevoerd in januari 2017. Ik haast me erbij om te zeggen dat het herwaarderingsprogramma nooit volledig is uitgevoerd door de vorige regering. Ja. Er is slechts 1 component uitgevoerd en dat is het looncomponent. Maar tegelijkertijd heeft het met zich meegebracht dat een heleboel leerkrachten er bekijkt van zijn afgekomen. Omdat de afspraak met de vorige regering was dat als je de lonen optrekt, dat je simultaan dan ook de belastingsgever zou aanpassen. En wat is er gebeurd? De lonen zijn aangepast. De leerkrachten zijn in een hogere schijf terechtgekomen. Waardoor een groot deel van hun salaris gewoon naar de belastingen is gegaan. En hun besteedbaar inkomen stationair is gebleven. Een aantal zijn zelfs achteruit gegaan. Dus ik ben blij dat we laatst de loonbelasting hebben goedgekeurd, de wijziging, zodat het enige verlichting kan brengen voor de doelgroep die ik vertegenwoordig. En wat verdient een leerkracht? Ik bedoel, met anciëniteit 10 bijvoorbeeld? Dus het hangt er vanaf welke bevoegdheid je hebt, welke gradatie je hebt, maar de bedragen liggen tussen de 3.000 en het hangt er vanaf tot de universiteit, is het 6.000, 8.000, 10.000, hangt er vanaf. Dan heb je zeg maar een academische graad, dan kom je op de 10.000 uit. Ja, maar een gemiddelde docent die gewoon voor de klas staat op de basisschool die en de middelschool? Tussen de 3.000 en 4.000. Ja, maar dat zijn de mensen die 's middags bijklussen, zegt u. Ja, absoluut. Ja? Absoluut. Maar dat probleem tackle je dus nu niet, we blijven bijklussende docenten hebben. Dat kun je niet in 1 keer klussen natuurlijk, want het is niet een probleem van nu, het is een probleem van tientallen jaren. Dus wij proberen nu om te kijken, hoe kunnen we, want je moet het geld ook hebben. Kijk, ik zeg, als het aan mij ligt, wil ik elke leerkracht 5.000 geven extra. Mm-hmm. Maar we hebben er niks aan wanneer je de leerkrachten 5.000 geeft en over een paar maanden is die 5.000 50 centen. Want u weet ook, er is een herstelplan. En in het herstelplan staat expliciet opgenomen, bij ongewijzigd beleid zou de koers gaan op 1 op 150. Dus dat is expliciet en het is niet de analyse van mij, het is een analyse gemaakt door deskundigen. Ja. Dus we moeten ook kijken
wat die maatregelen zijn, macro-economische maatregelen die je moet treffen om ook je bevolking te beschermen. Want je kunt 5.000 en 10.000, trouwens we hebben het meegemaakt onder de regering Weidenbos, dan kost een brood 1.000 SRD. Ja, maar goed, we hebben die situatie nu niet. We hebben die situatie niet, hè. We hebben dus met het IMF en de verplichtingen uiteindelijk een koersverandering naar 2023 gaat. Dat is de realiteit. Maar desondanks zien we dat de mensen dus eigenlijk op de basisscholen en de MULO-scholen niet verder komen dan tussen 3.000 en 7.000 SRD per maand. Dat is best wel heel erg onder, lees de armoedegrens. Hè? Want de grens in Suriname is bepaald op 9.000 SRD. Dat wil zeggen dat die leerkracht, om een beetje het hoofd boven water te houden, het gemiddeld zo'n 5.000 per maand tekort komt. Ja, maar dat eigenlijk als je zo gaat zien, verdient niemand genoeg om het hoofd boven water te houden. En dat zegt allemaal over de economie van het land. Ja. Toch? Dus we moeten gaan kijken waar ligt het probleem. Hoe moeten we dat probleem oplossen? Want we weten ook, niemand praat bijvoorbeeld over een veel miljard schuld die we moeten betalen. Toch? Dus je kunt iedereen kan zeggen we willen loonsverhoging hebben. En vandaar dat ik blij ben dat er een tripartiet akkoord is gekomen. En het tripartiet akkoord is een overeenkomst tussen dus drie sociale partners. De overheid, de georganiseerde vakbeweging en het georganiseerde bedrijfsleven. En het zijn allemaal deskundigen die bij elkaar hebben gezeten. En het is gewoon niks anders. Het doel is om die financieel-economische situatie te stabiliseren. Beste mevrouw, niks kun beste, je doen beste mevrouw Mangere, het hier en nu. Door dat tripartiet overleg is mooi, hè? Die vakbonden en die ondernemers en de overheid. Maar breng dat nu meer brood op de plank voor die onderwijzeres? En de ouders van die kinderen die zonder brood naar school moeten gaan 's ochtends? Nee, dat zeg ik ook niet. Daarom heb ik ook gezegd. Maar je moet van ergens het geld kunnen halen. U moet het vergelijken, meneer Kataram. Ja. U heeft een huis, u heeft een schuld erop, een hypotheek van 100.000. Ja. En dan moet u prioriteiten gaan stellen. Natuurlijk. Dan kunt u elke dag bijvoorbeeld roti gaan eten met talks en u wil elke dag gaan feesten. Maar dan heeft u over een jaar heeft u geen huis meer. U heeft gezien wat er is gebeurd met SLM. Als je de schulden niet betaalt, is het toestel aan de ketting. Dus je moet een huishouden dienen te draaien, toch? We kunnen allerlei doelen stellen. Iedereen wil het beter hebben, ook ik wil het zeker beter hebben voor de leraar. Maar we moeten wel realistisch zijn. Wat kunnen we? Wat kunnen we niet? En nu is het belangrijk om te kijken hoeveel geld is er ter beschikking gesteld om die zaken te realiseren. Want je kan alles willen, is net als zoals ik zeg, of u heeft een lening op je auto. Maar als je elke dag uitgebreid gaat eten, dan ben je je auto kwijt of ben je je huis kwijt. Dan ben je nog verder van huis. Ben ik helemaal dus met... daarom is het tripartiet akkoord gekomen. En het tripartiet akkoord, en daar wil ik op hameren, heeft te maken met dat financieel-economische stabiele situatie. En dan komt die economische bedrijvigheid weer. Je moet eerst kunnen herstellen. En dan kan je herstellen, stabiliseren. En dan pas kun je groeien. Dus we moeten niet zorgen voor een onevenwichtigheid. Want wat is er gebeurd? Je kunt salariscorrectie blijven geven. Maar dat legt geen zoden aan de dek. Dus wat ik aan de regering ook wil gaan vragen is, laten we gaan kijken. De maatregelen zijn erg pijnlijk. En dat heeft de regering ook aangegeven. Het zijn pijnlijke maatregelen. Niemand zou dat willen invoeren. Het zijn impopulaire maatregelen. Maar die schuld moet betaald worden. Is net als u een feest is gegeven. U heeft 10.000 gegeven. Nadat alle gasten weg zijn. Moet u een maand gaan kijken hoe u al die schulden gaat betalen. Dus we moeten gaan kijken. Prioriteiten gaan stellen. Maar net zoals u zegt. Twee dingen zijn belangrijk. En ik zeg 1. De basisgoederen moeten betaalbaar zijn voor alle mensen. Niet alleen voor de leraren. Voor alle mensen. Betaalbare basisgoederen, dat zijn de basisproblemen die we moeten oplossen en de medische zorg moet gegarandeerd zijn. Als we deze twee dingen kunnen garanderen, dan denk ik dat we step by step uit het diepe dal kunnen geraken. Nou, okay. Heel veel werk aan de winkel, hè? Dat is één ding wat zeker absoluut is. En met u als politica, iemand met een vakbondachtergrond, moet het allemaal gaan lukken, hoop ik, voor het arme volk. Toen u aantrad als parlementariër, was er een moment van dat allerlei functies werden verdeeld. En u kwam op dat moment, u bent in de prijs gevallen bij het begin,
om lid te worden van de RVC van de SLM. Maar dat feestje was voor korte duur. Uiteindelijk heeft u die rol moeten neerleggen. Waarom? Ja, ik heb mij, eigenlijk is het mij gevraagd om in zo'n RVC te gaan zitten. Ja. Ook vanwege mijn vakbondsachtergrond. Ja. En ik heb gezegd, voor mij was het belangrijk om het bedrijf gezond te maken. Ja. Nou, en dat was ook zelfs onbezoldigd, omdat vakbondswerk is altijd onbezoldigd. Ik word nu als voorzitter van de BVLN, als word ik geen 0% betaald. Ja. Nog mijn bestuursleden. Ja. Wij worden geen 0% krijgen wij uitbetaald. Dus ik ben het al gewend om dit pro deo te doen. Dus heb ik ook gezegd, ik ga mijn bijdrage leveren. Uiteindelijk ben ik gaan buigen voor de wil van het volk. Ja. En er was heel veel kritiek. En ik heb gezegd, weet je, ik ben mens en ik ben nooit te groot om te zeggen van, hé, als mensen dat anders zien en zij dat anders willen, uiteindelijk heeft het volk je daar geplaatst. Ja. En het volk zegt van, nee, dit zien we niet verenigbaar. Nou, dan voel ik mij niet te groot om te zeggen, ik leg mijn functie neer. En er waren ook een aantal mensen die mij ook hebben geadviseerd, doe dat niet. Wij moeten kijken naar dat grote plaatje, het bedrijf moet gezond maken. Maar ik zeg, ik zit weer anders in elkaar. Ik heb gezegd, ik ga mij buigen voor de wil van het volk. Er was weerstand in de samenleving voor die benoeming, zegt u. Er was kritiek en u heeft geluisterd naar dat kritiek van de mensen. En toen dacht u, nou, die mensen hebben gelijk. He, vanuit uw moreel besef, he, van wat kan en wat niet kan. Wat goed ethisch verantwoord is en niet verantwoord. En u vond, als parlementariër moet ik niet eigenzinnig zijn. En maar vanwege mijn ego dan die rol maar blijven vastpakken. Ik luister naar het volk en ik leg dat neer. Nou, maar dat komt ook vanwege mijn achtergrond als vakbond. Als vakbond kom je altijd op voor de rechten van de mensen. Ik heb een andere inborst en ik wil mezelf niet vergelijken met niemand dan ook. Ja. De beslissingen die ik neem zijn voor mijn rekening. En ik ben ook geadviseerd geworden door mijn echtgenoot, door mijn gezin, door mijn ouders. Gelukkig heb ik die, mijn dierbare ouders. En ik zeg, ik luister heel graag naar adviezen. Ja. En uiteindelijk ligt het aan mij om die beslissing te nemen. En ik geef niemand ooit daarvan de schuld. Ook al zou het een beslissing zijn die op dat moment geen goede beslissing is geweest, zou ik zeggen, ik sta in voor consequenties. Daarvoor zijn we vakbondsmensen en ben ik daarin getraind. Nee, maar dat ziet u. U heeft een goede afweging gemaakt en gezegd van, dit rijmt niet met wat waarvoor ik gekozen ben. En de burger, het volk van Suriname heeft mij gekozen en die hebben daar een andere mening over, dus luister ik naar het volk. Ja. We zien tegelijkertijd, mevrouw Mangere, dat naast u in diezelfde periode heel veel anderen ook, zonder dat ze ter zake kundig waren, in allerlei raden van commissarissen zijn terechtgekomen. Neem bijvoorbeeld de broer van Brunswijk, Leo Brunswijk. Hoeveel van die posities heeft hij niet? Neem bijvoorbeeld de vrouw van de president. Daar is zelfs een statuutwijziging voor, ingezet, om haar tot de raad van commissaris bij staatsolie gemaakt te krijgen. Als u die inborst hebt van dit kan niet, hoe kan het dat deze mensen, ondanks heel veel weerstand ook in die samenleving, op die plek blijven zitten? Heel simpel, meneer Kateram. Mensen verschillen van elkaar. Ja. De denkwijzes verschillen. En ik respecteer hun mening. Ik kan niet voor anderen praten. Ik weet niet wat hun afweging is geweest. Dus ik zou niet voor hun willen praten. Dat zou eigenlijk aan de mensen zelf moeten praten. Nee, maar nogmaals, ik heb heel veel respect voor u. U bent de politiek ingegaan met een bepaald elan, wat u zei. Ik heb het, voordat we begonnen met het gesprek, heb ik gezegd, het is een nieuwe generatie politica, met een nieuwe elan. En dat betekent integer, betrouwbaar, gefocust op het dienen van het algemeen belang. En daar past zeker het adagium van zelfverrijking, zelfverheerlijking en van friends en family niet. Ik bedoel, dat is het nieuwe elan. U bent een volksvertegenwoordiger. U bent voorbeeld inspirerend voor de samenleving. U kunt toch in het parlement niet dit laten gebeuren zonder uw stem te verheffen op dit punt. Terwijl u voor uzelf die keuze hebt gemaakt, dit kan niet. En u ziet het om u heen gebeuren en u laat het gebeuren. Ja,
Dus kijk, ik weet niet wat de achterliggende gedachte is geweest. Ik denk dat de president daarover heeft gesproken. Meneer Leo Brunswijk heeft daarover gesproken. Ik zou mij niet willen begeven op glad ijs. Ik hoop dat u mijn mening ook respecteert. Ja. Je bent wel politica, maar zaken liggen soms gevoelig. Ik wil niet in andere mensen schoenen staan. Zoals ik ook de beslissing van SLM zelf heb genomen. Ja. En ik heb de adviezen gevolgd. En ik denk ook dat mensen adviseurs om zich heen hebben. En ik weet niet wat de beweegreden is. De president zal misschien een doel voor ogen hebben gehad. Of meneer Brunswijk zal een doel voor ogen voor hebben gehad. Ik zeg, voor mij is belangrijk. Mijn standpunt is the right man on the right place. Ja. Daar ben ik nog steeds voorstander van. En ik zou niet willen, ik weet niet wat de overweging is geweest. Ik heb me ook nooit daarin verdiept. Ik denk dat de president zelf is uitgekomen voor wat dat betreft. Ik heb alleen gezegd, voor mij is het belangrijk dat we kwaliteit van het werk leveren. En als we zeggen, we hebben beleidsdoelen die we hebben gesteld, dan moeten we the right man on the right place kunnen zetten. Ik hoor u zeggen, het is gebeurd, maar ik ben er niet gelukkig mee. Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg, ik weet niet wat de achterliggende gedachte is geweest. Wat de overwegingen zijn geweest. Daar ben ik geen deelgenoot van geweest. En ik wil niet een oordeel vellen waar ik niet van ben geïnformeerd. Ja, maar ik kan alleen maar een oordeel vellen wanneer ik weet, dat is de afweging geweest om die persoon daar te zetten. Dat is de afweging geweest om die persoon daar te zetten. Weet u, dagelijks worden mensen in functies benoemd. Maar ik hou me niet daarmee bezig. Ik denk, ik wil me bezighouden met de positiviteit. Laten we de belangrijke zaken doen waar mensen echt de noden liggen. Hoe kunnen we de noden verlichten? Want weet u, soms heb ik het gevoel alsof mensen steeds het negatieve praten, steeds het negatieve vasthouden. Maar de vooruitzichten, de kleine stappen die worden gemaakt in de goede richting, dat we dat niet eens zien. Het is precies zoals u een glas met water geeft. Het is half gevuld. Je kunt zeggen of het is half leeg of het is half vol. Is de manier waarop je naar dingen kijkt. En ik wil me echt focussen op datgene waarvoor ik zeg van, dit is waarvoor ik ben gegaan. Weet u, er is een heleboel negativiteit. Mensen zullen nooit met alles ook eens zijn. Maar gelukkig ook maar. Mensen verschillen van elkaar. Maar mevrouw Mangere, u kunt onderscheid maken tussen wat juist is en wat niet juist is. U zei net, als je mensen benoemt in een functie, moeten dat competente personen zijn. Een loodgieter kan geen onderwijzer worden of onderwijzeres. Ja, voor het vak van loodgieter misschien wel. Maar zo basaal op een basisschool kun je niet een timmerman voor de klas zetten die niet daarvoor geschoold is. Dus u bent het met mij eens dat als je Suriname verder wil helpen, vooruit wil helpen, dan zul je toch wel die omslag moeten maken om te kiezen voor, de juiste man of de juiste vrouw met de juiste competentie voor de taakuitoefening. En niet zomaar omdat het mijn broer is, in dit geval de broer van meneer Brunswijk, en omdat het de vrouw is van de president, en zo kunnen, of de partij, vriend, dat we dan die mensen maar ergens overal in allerlei functies neerzetten. U zei ook, en wij zijn het met elkaar op dat punt eens, het gaat om voorbeeldig leiderschap. He, wie de jeugd geeft, heeft de toekomst. Het is wat je de jeugd nu meegeeft, hè, zal daar de uitkomst van zijn hoe zij later in die maatschappij zich standen zullen houden en zich zullen manifesteren. Als we dit soort van voorbeelden meegeven aan onze kinderen, van je hoeft niet je best te doen, want als je de neef bent van de buurman die minister is, dan word je ook wel ambtenaar. Dat kind gaat toch niet zijn of haar best doen op school. Dus op dat punt denk ik dat ik het niet helemaal met u eens ben, hè, dat het verantwoordelijkheid is van een ieder. Die verantwoordelijkheid ligt bij u ook, want u bent politica. U bent de politieke arena ingestapt om juist vooruitzichten te bieden. Om juist een nieuwe koers aan te reiken aan die samenleving. Om te komen tot groei, ontwikkeling en vooral zuivere besluiten waar niet personen bij voorkeur op afkomst of op naam of relaties worden benoemd, maar puur vanuit hun prestatie. Dus daar ligt toch ook een verantwoordelijkheid voor u? Ja, nee, helemaal. Ik ben het. Er is een deel van een kennen van waarheid in. Ja. En daar sta ik ook achter. Maar kijk, het is hoe jij ernaar kijkt. Ik ga u zeggen, in de vakbond hebben we hetzelfde. De mensen die je in je bestuur opneemt, zijn meestal mensen die je moet kunnen vertrouwen. Want je bent continu bezig met strategieën bedenken. Als je de mensen niet vertrouwt, is je strategie zo buiten. En
het kan je nooit iets bereiken. Dus het is belangrijk ook om een quickscan te maken. Zeker voor leiders is het belangrijk om een quickscan te maken. Met wie werk je? Wie zijn de mensen om je heen? Wat zijn hun kwaliteiten? Soms heb je iemand die de juiste kwaliteiten heeft, maar erg onbetrouwbaar is. Dus weet u, het is niet zo makkelijk zoals we denken. Ik ga u zeggen, meneer Kataram. Ik zit al 20 jaar in de vakbond. En we hebben ook tijden meegemaakt dat terwijl wij bezig zijn te vergaderen, de regering op de hoogte is van ons actieparool. Dat soort momenten hebben we ook meegemaakt. Dus wanneer je pas aan de macht komt of je hebt overgenomen. Ik heb dat ook gedaan toen ik voorzitter werd van de BVLL. Voor mij is belangrijk wie zijn de mensen met wie ik werk. En ik ken de karaktereigenschappen van elk van mijn bestuurslid. En daarvoor heb ik 20 jaren gedaan om die kniepjes ook onder de knie te krijgen. Maar je kan dat niet altijd. Mensen verschillen, mensen veranderen. Belangrijk is dat je dat vertrouwen moet hebben. Soms heb je mensen nodig die jou erg loyaal moeten zijn. Want anders heb je, laat iedereen je in de steek. Dus het is hoe je naar dingen kijkt, welke mensen je hebt. En soms wil je ook de juiste mensen hebben. Ik ga een voorbeeld geven van het onderwijs. Ik heb het vandaag ook in een ander interview gezegd. Wij moeten beter gaan plannen en een beter marktonderzoek gaan doen. Wij willen bijvoorbeeld alleen maar allerlei deskundigen hebben in het onderwijs. Maar ook op de Mulo school, wat gebeurt er? Leerkracht heeft aardrijkskunde gestudeerd, maar moet wiskunde gaan geven. Andere leerkracht heeft natuurkunde gestudeerd, moet bijvoorbeeld biologie gaan verzorgen. Dus heb ik gezegd, maak een inventarisatie, laten we kijken hoeveel mensen zijn er in beeld met de kwaliteiten. En dan waarop steun je? Iedereen wil, er zijn nu een aantal scholen die een tekort hebben aan Spaans leerkrachten, maar iedereen wil het hebben van een professional. Maar nu zijn het leerkrachten die lesgeven, die Nederlands verzorgen en tegelijkertijd Spaans moeten geven aan de kinderen. Dus soms wil je de juiste mensen op de juiste plaats hebben, maar je hebt niet een vijver van kaders waarbij je kan zeggen van oké, ik kan die vragen en die vragen en die vragen. Daarom zeg ik u ook, meneer Kataram, het is niet zo makkelijk. Ik ben nog steeds voorstander van de right man on the right place, maar dingen verschillen. Zoals in de vakbond, ik kan praten vanuit de vakbond en ik dacht, de politiek ligt ook anders. Je moet die eenheid kunnen demonstreren. Je moet met elkaar kunnen samenwerken. Je moet elkaar kunnen vertrouwen. Dat zijn de basisingrediënten om het fundament te kunnen vormen om verder te kunnen gaan. Ik ben met u eens, hè? Tuurlijk. Je moet een goed team hebben van mensen waarmee je toch wel tot resultaat kan komen. Maar ik wil niet geloven dat Suriname qua intelligentia een arm land is. Er zijn zoveel mensen die daar goed geschoold zijn, die competent zijn op vele fronten. Maar nu aan de zijlijn staan, meekijken, mee willen doen, maar niet meegenomen worden. Dat kan ook. Maar weet u wat er soms ook is? Ja. Soms vraag je mensen voor een bepaalde functie. Ik ga u zeggen, toen ik les gaf op de universiteit, 3/4 van mijn studenten op de universiteit waren meisjes. Vrouwelijke studenten. Maar je ziet ze niet terug in besluitvormingsprocessen. Ja. Weet u, ik denk bijna dat wanneer ik verkiezingen ga houden voor BVL en al, dat ik bijna geen hoop meer heb dat een vrouw nog gaat kiezen om voorzitter te worden. Maar, weet u, het is soms moeilijk. Dus je hebt soms wel de mensen dat, zeg om dat je niet, heen. Zeg dat niet iets over de kwaliteit van die leider. Dat die toch wel uit argwaan uiteindelijk mensen moet wegselecteren, omdat hij niet het vertrouwen heeft dat hij die mensen voor zijn klusje mee kan krijgen. Ik bedoel, een competente manager, een competente leider, die weet toch hoe hij zijn mensen mee moet krijgen. En heeft ja, die inderdaad, maar dat zei je. Toch? De wil is niet altijd aanwezig. Ze zijn competent, ze willen het. Maar dan heb je heel graag van, nee, ik wil liever die tijd besteden met mijn kinderen. Oh. Ik wil liever thuis zijn. Ik wil niet zo in de media. Dus weet u soms, en daarom, ik heb mijn bestuur, bestaat meer uit vrouwelijke leraren in de hoop dat eentje straks gaat opvolgen. Maar het gaat heel moeilijk. Nu al praat ik tot ze, We hebben nu over de RVC-leden en andere functies bij de overheid. Uh-huh. Dat is niet vrijwilligerswerk. Dat zijn mensen die goed betaald worden. En ik denk van, ik kan me niet voorstellen. Nou, goed is een relatief begrip hoor, meneer. Nou ja, voor Surinaamse begrippen, laten we daarop houden. Worden ze aardig betaald. Meer dan die docent die zeg maar 3 baantjes erop na moet houden. Nee, dat is niet helemaal waar.
Wij hebben bij VISO een overzicht van alle ambtenaren. Ja. Dat was het VISO-systeem en het is echt niet waar wat u zegt. Wat verdient, als we zo riant zouden betalen, Wat verdient een RVC-lid, mevrouw Risma? Wat verdient een beleidsadviseur? Een RVC, ja? een beleidsadviseur ligt... je hebt beleidsmedewerker, je hebt beleidsadviseur. Ja, liggen in de orde tussen de 10 en 12, maar je wordt niet zomaar beleidsadviseur. Ja, maar ben ik met u eens. Je wordt niet zomaar beleidsadviseur. Maar ik wil daar niet te lang bij blijven hangen. Maar we hebben gezien dat een bataljon aan mensen binnengehaald zijn... waarvan je de vraag stelt van zijn dat de competente mensen? He, en waarvan een bataljon aan mensen zijn binnengehaald... die puur op partijloyaliteit binnen zijn gehaald. Terwijl de zoon van uw buurman die hard gewerkt heeft... ook die opleiding gedaan heeft, die universitaire opleiding waar u het over heeft, niet de kans heeft gekregen om te reflecteren naar die functie. Dus op dat punt vind ik toch wel dat je toch, denk ik, potentie, hè, human capital laat liggen. En alleen maar omdat je je vrienden wel welgezind zijn, maar accommodeert. En zij krijgen dan die 10.000 en die 12.000, misschien zelfs die 20.000 SRD. Terwijl ze al heel genoeg inkomen hebben. Nou ja, ik kan een paar namen noemen, laten we dat maar niet doen. Meneer Kantaram, u focust zich misschien op één vriend, één familie die misschien geplaatst is. Er zijn ook wel mensen die geen friends en family zijn, maar ook aan de bak komen. Dus we moeten wel zuiver het gesprek wel zuiver. Want nu lijkt het alsof u wil zeggen dat steeds alleen maar friends en family aan bod komen. Dat is de uitstraling. Het zijn opeenvolgende regeringen die zich daaraan schuldig hebben gemaakt. Ja. En ik zeg, in een veranderingsproces heb je stappen. Je kunt nooit alles direct in één keer goed doen. Dus de stappen worden gezet in de goede richting. Zeker de VAP heeft een databank gevraagd. Mensen qua hun opleiding moeten aangeven van luister, ik heb zo'n kwalificatie. En dan wordt er gekeken waar kan je worden ingezet. Dus ik ben het niet helemaal eens mee wanneer u steeds focust. Het is één vriend, één family, één broer, één zus die is geplaatst. Laten we ook kijken naar de andere mensen die zijn geholpen. En mensen die niet eens van de partij zijn. Mensen die op basis van kennis en kunde zijn geplaatst. Want die mensen zijn ook geplaatst. Dus... ik vind dat we het gesprek zuiver moeten houden om te zeggen van luister, ik wil het niet goed praten. Het zullen wel zijn dat er friends en family zijn geholpen. Dat heb je bijna op alle ministeries. Maar laten we gaan kijken hoe we dat probleem gaan aanpakken. Er zijn ook best wel mensen en het zijn mensen die ik toevallig ook ken. Studenten, ex-studenten van mij, die ook zijn geholpen om te zeggen van juf, ik ben hier geholpen, ik heb daar een baan gehad. En ik vind het fijn, omdat ik ook met die voordrachten kom. Ik heb nu bijvoorbeeld een ex-student van me, die heeft zijn Master of Science of van FTW. En ik heb ook de president gezegd van kunnen we die studenten ook helpen? En ik help meestal de studenten die het erg moeilijk thuis hebben. En ik persoonlijk maak mij sterk daarvoor. En ik heb een aantal van mijn ex-studenten geholpen om te zeggen, hé, vader is ziek of moeder is ziek of een eenoudergezin. Ik wil iets betekenen voor die kinderen. Maar dan is het niet omdat mensen kunnen me straks ook gaan betichten, oh, omdat het een lievelingsstudent van je is of omdat het die is. Nee, laten we het zuiver houden en ieder komt aan de bak. En kan het misschien zijn dat de één twee broers heeft geholpen of twee zus heeft geholpen. Maar laten we gaan kijken. Mevrouw Mangere, moet dat zo? Moet dat zo? Ik bedoel, een overheid hoort toch wel transparant te zijn. Die hoort toch op dat punt beleid te maken. En u als de overheid vindt, de regering vindt dat er heel veel mensen zijn die inderdaad afstuderende zijn, dan zouden ze toch op dat punt, wat mij betreft, een project moeten entameren en trainees moeten binnenhalen en dat alle studenten in Suriname least op een traineeship zouden moeten kunnen reflecteren. Het moet niet, absoluut, het moet toch niet gaan via een kruiwagen van mevrouw Risma Mangere. Nee, dat zeg ik niet. Maar daarom is een marktonderzoek belangrijk. En daarom heb ik ook in het begin van het gesprek gezegd. Er zijn een aantal studenten die nu zitten zonder werk, toch? Ja. We moeten een marktonderzoek gaan doen. Wat vraagt die maatschappij ons? En laten we onze studenten dan gaan interesseren in richtingen die gevraagd zijn. Laten we mensen interesseren voor agro-onderwijs. Laten we onze studenten interesseren voor oil en gas. Laten we onze studenten interesseren voor dat technisch onderwijs. Want als iedereen natuurlijk public administration heeft gestudeerd of rechten heeft gedaan, u begrijpt,
op één ministerie kan je niet 10 juristen zetten. Het ministerie heeft hoogstens 2 juristen nodig, of 3 als het een groot ministerie is. Dus wij moeten ook gaan kijken, waar ligt het probleem? En wanneer je oplossing wil brengen, moet je eerst een scan kunnen maken, wat is het probleem? Het probleem moet eerst haarscherp worden geformuleerd, en dan pas kom je met de oplossing. Anders gaan we steeds erover blijven praten, en er gaat geen oplossing komen. Duidelijk. Wat ik graag wil, is dat mensen zeggen, luister, er moet een einde komen aan friends and family, er moet een einde komen aan broer en zus regelen. Wat is een concrete oplossing? En laat mensen voorstellen doen, van luister, ik zie het dat het zo opgelost kan worden. En daar sta ik open voor. Weet u, van oké, ik zie dat zo. Misschien moeten we dit doen. Kijk, nu de VHP is gekomen met een databank. Ik weet niet of het goed heeft gewerkt of niet. Ik ben er wel van overtuigd dat een aantal mensen via die databank zijn geholpen. Maar laten we met die voorstellen komen. En laten we gaan kijken, hoe kunnen we dat oplossen? Wanneer je het probleem hebt gedefinieerd, dan kan je komen met oplossingsmodellen. En daar sta ik open voor. Ja, van, nee, voor mij is belangrijk, hoe kun je een probleem oplossen? Anders blijven we echt praten. Maar dit is water naar zee dragen. Niet van, hoe kunnen we dat doen? Ik bedoel, de machthebber, het kabinet, de regering, die moet visie hebben, sectorgewijs. Van waar wil men met een sector naartoe? En wat zijn de problemen binnen een sector? Of het nou onderwijs is, of het arbeidsmarkt is, of het landbouw is. Het gaat om dat je visie hebt als overheid, waar je met de sector naartoe wilt, en hoe je dan de problemen wil gaan tackelen. En door het over te laten aan wat de mensen in de praktijk zeggen, dat is niet werken aan een planmatige. Nee, maar er is een meerjaren ontwikkelingsplan, ja. Meneer Kataram. Ja. Er is een meerjaren ontwikkelingsplan. Ja. Dat is per sector uitgewerkt. Er zijn beleidsdoelen in opgenomen. Er is een visie gegeven. Waar willen we met onderwijs naartoe? Waar willen we met, ik zeg maar, met transport, ministerie van telecommunicatie naartoe? Waar willen we met gezondheid naartoe? Dat is allemaal uitgewerkt in het meerjarenontwikkelingsplan. Het meerjarenontwikkelingsplan geeft aan het regeerbeleid van elke regering. Daarvoor wordt er een plan opgemaakt. En je kan niet in de wilde weg en daarin staat, beleid daarin gaan staat maken opgenomen, en regeren. En daarin staat opgenomen ook hoe we een beleid op werving en selectie kunnen gaan voeren, waar we niet werken vanuit het adagium van friends and family, maar puur dat alle burgers in het land gelijke kansen krijgen en mogelijkheden krijgen om een positie, een functie in de maatschappij, bij de overheid. Dus dat zeg je, een plan is gemaakt door mensen. Het behoeft altijd nog een evaluatie en kijken met aanvullingen van dit moet erbij, of dat moet expliciet worden opgenomen, of dat er een clausule erbij is. Daarvoor is dat. Dat is ook hetzelfde met een wet. En daarom heb je dat er steeds wijzigingen komen van wetsproducten. Dus de mens is niet volmaakt om het in één keer te zeggen, dit is het. En het is op steen geschreven, je kan het niet veranderen. De bedoeling is dat we door de koppen bij elkaar te steken, om te zeggen van, dit is zoals wij dat geformuleerd willen zien. We moeten dit als clausule opnemen. Of dit moet tot het verleden gaan behoren. En dan moeten we beleid op loslaten. Om te zeggen, luister, het benoemingsbeleid is een issue. Laten we gaan kijken, laten we gaan evalueren. Laten we gaan kijken dat dit in het vervolg niet meer gebeurt. En dan moeten we dan met een document komen. En dan moeten we beleid op loslaten van, oké, laten we iedereen de gelijke kansen geven. Maar dat zijn allemaal voorstellen die gedaan kunnen worden. Ja. En daarvoor staat de regering zeker open. Ik zag trouwens dat vandaag door het Outbreak Management Team bij jullie, dat is BOG, hè, melding maakt van 748 besmette gevallen. Heeft u dat gezien? Ja, ik heb dat gelezen. Ja. Bezorgt u dat? Krijgt u daar? Ja, absoluut. Ja? Absoluut. Ja. Zeer zorgwekkend. Ja. Maar ik zeg ook altijd, lead by example. Wanneer wij als DNA-leden daar een wet maken, en dan moeten wij ons ook daaraan houden. Ja. Er moet geen afbreuk aan worden gedaan. Ja. En het volk kijkt naar ons en zien doen, laat doen. Ja. Wanneer regeringsleiders of het zij parlementariërs, wanneer wij in de fout gaan, hebben wij het recht niet om het volk te corrigeren. Precies. Wij moeten het goede voorbeeld geven. Ja. En wij moeten ervoor zorgen dat wij wet en recht naleven. Het geldt voor een ieder.
of je nou de regeringsfunctionaris bent, of je nu de vicepresident bent, of je nu een DNA-lid bent, wij moeten de regels naleven. En heeft u de indruk dat lees uw collega's en ministers en president en vicepresident dat niet doen? Wat zegt u? Heeft u de indruk dat uw collega's, parlementariërs, minister en de president en de vicepresident dat niet doen? Nee, ik heb het over toppers binnen bepaalde politieke partijen die eigenlijk de fout ingaan. Ik wil niet zeggen op wiens bord dat ligt, maar wij kunnen dit niet goedkeuren. Wij hebben gezegd, zelfs de voorzitter van het parlement heeft gezegd, lead by example. Ja. Dan moeten wij ook het goede voorbeeld kunnen geven. Ja. En niet goed praten. Wanneer iets in de fout is gegaan, dan moeten we ook het beestje bij de naam kunnen noemen om te zeggen, die partijtopper is in de fout gegaan en dat mag niet meer gebeuren. Maar ik hoor... We moeten niet bang zijn om dingen te zeggen, want wij moeten kunnen leren uit die fouten. Ja. En we moeten zien, want we zijn er niet bij gebaat dat er nu zoveel besmettingen zijn. Precies. Onze capaciteiten van de ziekenhuizen laten dat niet toe. Ja. Mensen verliezen hun dierbaren van het ene op het andere moment. Wij moeten een collectieve verantwoordelijkheid nemen en de mensen kunnen aanspreken, recht toe recht in hun ogen. Maar u bedoelde met die partijtopper, de ABOP'er Bordeaux, hè? Die toch wel... Ja. Die een VG vergeven, afkeurend zwaardig, zeg ik dat. Maar waarom u zegt, we moeten de namen durven noemen. Waarom noemt u de naam dan niet? Nee, ik weet niet waar er overal VG's zijn georganiseerd. Nee, maar Bordeaux is een partijtopper. Maar kijk, als ik één noem, moet ik ze allemaal noemen, toch? Dat ziet mij niet om één naam te noemen. Er zijn nog meer van dat soort van feesten door politieke partijen. Er zijn nog meer feesten, maar ik hou ze niet. Dit is toevallig recent en ik heb het onthouden. Maar ontslaat u me van de verplichting, hoor. Ik onthoud niet overal waar er feestjes worden gegeven, want ik ben netjes thuis. Ja. Dus anders als ik één naam noem, zou ik iedereen zijn naam moeten noemen. Las het trouwens... ziet mij niet. Ik las zo'n reactie ook van de districtcommissaris van Brokopondo, meneer Mendelssohn. Hij zegt, minus APDV, zei Orima Dede. En ik heb de muziek wel horen spelen, maar ik weet niet waar het gebeurt. En ik heb geen flyers gezien en ze hebben mij geen vergunning aangevraagd. Dus hoefde ik niet te handelen. Wat vindt u daarvan? Ja, kijk, ik kan niet praten namens de DC. Hij heeft de informatie gegeven, dus hij geeft aan wat zijn informatie is. Maar ik denk dat er geruime tijd al flyers waren en dat de politie dat zelf ook weet. En als we nu zeggen dat er weinig manschappen, je kan daarop anticiperen. Ja, toch? Want de flyers gingen al een hele tijd rond. Ja. Dus... ik zou zeggen dat die informatie wel bekend was. Ja. Of die informatie de DC heeft bereikt of niet bereikt, daar zou ik mijn wenkbrauwen over moeten fronsen. Ja, nee, maar goed, dit laat ruimte voor het gewone volk. Hè. Als de mensen die erover gaan, laconiek reageren van, ik heb dat niet gewoest en dus heb ik niks gedaan. Waarom zou dan de rest van het volk zich aan regels houden? Toch? Ja. Kijk, we moeten misschien ook gaan kijken, waar gebeurt het niet? Ja. Wij nemen steeds de slechte voorbeelden. Ja. Waarom moet ik gaan kijken van, omdat het daar een feest is, moet ik ook gaan feesten? Waarom kunnen we niet zeggen, bij mijn buurman is er geen feest, dus ik feest ook niet? Ja. Niet omdat mijn buurman steelt, zeg ik, ik moet ook gaan stelen. Nee, laten we gaan kijken, mijn overbuurman steelt niet, dus ik mag ook niet stelen. Ja. Maar we nemen steeds de slechte voorbeelden en daarom zeg ik, ik wil me eigenlijk helemaal ontdoen van negativiteit. Ja. Ik zit ook niet zo in elkaar. Ik probeer in elk iets nog een stukje positiviteit te zien. Dus laten we gaan kijken, waar zijn er geen feestjes gehouden? Want bij mij in de straat, in de buurt waren er geen feestjes. En ik neem een voorbeeld daaraan en ik zeg, ik zorg ervoor dat ik dat niet doe. We moeten die verantwoordelijkheid nemen op ons en niet steeds gaan zeggen, omdat het daar is gebeurd, mag ik dat ook doen. En omdat die het heeft gedaan, mag ik dat ook doen. Nee, ik ben niet gediend van eigenlijk die voorbeelden aanhalen. Laten we kijken waar het goed gaat en laten we de voorbeelden overnemen waar het goed gaat. Want er zijn genoeg plaatsen waar het goed gaat. Ik ga u zeggen dat ook de regering een jaarafsluiting had gepland. En ook de VHP had een jaarafsluiting gepland. En alles is gecanceld. Ja. Alle feesten zijn gecanceld. Dus laten we ook een voorbeeld daar nemen. Om te zeggen, daar is het goed gegaan. Mevrouw Mangere, u maakt wetten en regels, hè, parlement. Ja. Met een doel, toch? En dan is het niet wie zich wel aanhoudt. Maar het gaat erom dat die wetten gemaakt zijn juist
om toch wel... Van de naleving. Precies, de naleving. En ja. Nou ja, ik hoorde, ik las ook een bericht in een van de dagbladen, dat op zoveel plaatsen feesten waren. En waarbij in de stad bij Palmetuin, Wakapassi, hè, er ook een feestje was. En dat buren de politie belden. En nou ja, alles behalve de politie kwam om de boel daar, lees zeg maar, uit elkaar te jagen. Ik bedoel, een overheid die maar laat gebeuren en dus wetten en regels maakt en vervolgens niet handhaaft. Daarmee creëer je toch ongeregeldheid in die samenleving. Nee, maar daarom hebben we ook gezegd, we moeten met z'n allen gaan meewerken dat die naleving komt. En die sociale controle moet er ook zijn. Want het is precies zoals u zegt, wetten zijn gemaakt om die nageleefd te worden. Ja. Die moeten nageleefd worden. Dus er ligt een taak op ons, een verantwoordelijkheid op ons, een collectieve verantwoordelijkheid om samen te gaan kijken hoe we dat gaan naleven. Weet u, ik weiger te geloven dat het losse dingetjes zijn. Laten we als geheel optrekken om te zeggen, dit mag niet. En is net wat u zegt, misschien moet er wat meer daadkracht worden getoond om te zeggen van luister, de boetes moeten worden verhoogd om te zeggen mensen die zich toch nog schuldig maken, dit is de boete die we opleggen. En dan moeten we met sancties komen. Want je hebt altijd mensen die koppig zijn en voor die uitdaging gaan. Maar laten we kijken wat het wordt. Dus misschien moeten we gaan nadenken om fikse boetes op te leggen van mensen die eigenlijk de hele gezondheidszorg in problemen brengt. Ja, 745 besmettingen. Jullie gaan naar een volgende golf. Het is de derde of de vierde golf inmiddels in Suriname. De vijfde golf, ja, meneer Kakaram. Ja. De vijfde golf. En ik bedoel, Suriname heeft geen geld. Mensen komen straks in de ziekenhuizen te liggen. Ze moeten behandeld worden. Artsen zijn er niet. Medicamenten zijn er niet. Ik bedoel, als dit burn-out. Precies. Een grote druk op het personeel. Maar kunt u zich voorstellen dat wanneer de nood aan de man is, jullie de mensen niet kunnen behandelen. En bijvoorbeeld bij Nederland weer aankloppen van alsjeblieft. Help ons, dat Nederland denkt, ja dag, je hebt je zaak niet op orde, waarom zouden we helpen? Ja, maar dat zien we ook overal. Ik was ook pas in Nederland, daar had je ook zoveel besmettingen. En de evaluatie moet komen. Niemand heeft een pasklaar antwoord. Ik was ook in Nederland met een bijna full lockdown. Dus we moeten leren, COVID is iets nieuws. Nee, het is niet alleen in Suriname. Nee. U begrijpt het punt. U begrijpt het. Nee. Nederland heeft zijn zaak op orde. Dat hier besmetting, nee. Dat zeg ik niet. Maar het gaat bij mij, dat bij jullie. Nee, bij jullie is het een en al natuurlijk armoede. Er is geen geld. Ja. Onderwijs ligt aan de grond, belabberd aan toe. COVID-besmettingen nemen toe. Straks komen mensen in het ziekenhuis te liggen. Ze kunnen niet behandeld worden. En dan klop je aan bij Nederland. Kunt u zich voorstellen wat ik zeg? Dat die belastingbetaler hier zegt, ja dag. Ze maken daar een potje van. Ze stellen regels, maar ze handhaven die regels niet. Het is toch niet vreemd dat die mensen dan besmet worden? Ja, nee. Dat zei ik u van kern van waarheid. Maar ik zeg, dit is niet een probleem alleen van Suriname. Wereldwijd. Je maakt regels. Maar u bagatelliseert het punt dat ik maak. Nee. Kijk, je gaat het versoepelen. Je denkt, het gaat nou goed. Ja. En dan komt er een moment waarbij je ziet dat het weer toeneemt. Daarover heb ik het. Want uiteindelijk moet je gaan naar die economie weer op dreef te brengen. Alle dingen naar het nieuwe normaal moet je weer terug kunnen brengen. Dus wanneer het goed gaat, en we hadden bijna 0 besmettingen per dag. Dus dan zeg je gaat de regels gaan versoepelen. En die vergelijking maakte ik met Nederland. Want daar is er ook een periode waar er is overgegaan tot versoepeling van de maatregelen. En toen had je ineens weer dat die besmettingen weer kwamen en dan de lockdown. Dus ik maak die vergelijking. Dus dat is ook hetzelfde in Suriname gebeurd. De maatregelen zijn versoepeld. Mensen dachten ze konden los gaan leven. Iedereen kon maar feestjes geven. En daar gaat het juist mis. Als je hier de regels niet naleeft, word je beboet. Word je opgepakt. Ja. Word je zwaar beboet. Hè? En daarom heb je geen partij. Ja? Wij moeten hier ook gaan kijken om fikse boetes op te leggen. Om de mensen die zich niet houden aan wet en regelgeving, om fikse boetes op te leggen. En dan gaan we kijken wat de resultaten zijn. Ik denk dat we dat moeten gaan doen, want anders het gaat geen soda aan de dijk leggen. Mensen denken, oh, de politie komt, die wordt gestopt. Dus, en dan gaat het feestje, nadat de politie is vertrokken, gaat het weer lekker door. Wij moeten met z'n allen gaan zorgen dat die naleving komt. En heel strak, zoals het ook in Nederland gebeurt, mensen die zich niet daaraan houden, oppakken. Zetten bijvoorbeeld, een tijdje gingen ze naar POC, de avond daardoor brengen of fikse boete leggen, want je kan het niet maken om een hele gezondheidszorg in problemen te brengen.
Ja, maar er moet politieke daadkracht komen. En ik denk in coalitieverband mag toch op dat punt nu toch weer vanuit de leider van het land, de president, aan coalitiepartners, op dat punt toch wel mensen aangesproken worden. We laten het maar gebeuren. We laten het maar gebeuren. En het gebeurt keer op keer op keer. En dat is natuurlijk geen goed voorbeeld. Ik denk dat er wel dat de president in coalitieoverleg daarover wordt gesproken. Daar ben ik er helemaal van overtuigd. We zien helaas alleen geen verbetering. Alleen moeten we kijken hoe dat verder uitpakt. Ja. Okay. Dus we hebben vanavond een meeting dus, met de regering en de COVID-commissie. Dus we kijken uit naar de maatregelen die waarschijnlijk gaan komen om dit in te dammen. Nog twee punten en dan stoppen we. Ja. Ik las net een bericht vanmorgen al, maar nu weer in de West, dat de korpschef meneer Prade is ontheven uit zijn functie. Was u daarvan bekend? Nee. Nee. Ik kwam er ook net thuis aan, hoor. Dus ik was in meetings, dus ik ben er niet op de hoogte van. Okay. En ik zou veel meer informatie moeten hebben om iets daarover te kunnen zeggen. Ja, maar dit wordt niet gecommuniceerd. Maar de president heeft wel aangegeven dat er waarschijnlijk bij de verschillende korpsen, dat daar wel verandering in gaat komen in de structuren. Ja, ik sprak trouwens Tom Pai, de vakbondvoorzitter. En die zegt, leuk, maar een mededeling is geen ontheffing. Zolang er niet een, hoe zeg je dat, een besluit, hè? Een resolutie op schrift overhandigd wordt aan meneer Prade, is hij nog in functie. Ja, dus dat zou kunnen. Ik weet niet hoe dat is toegegaan. Ja. Ik zou niet doen. Ik ken het fijne van de zaak niet. Ik weet niet of er inderdaad geen beschikking of resolutie aan vooraf is gegaan. Daarover kan ik geen oordeel vellen. Ik zou mij niet willen inmengen in die kwestie, omdat ik gewoon die informatie niet heb. Ja, dan het laatste onderwerp. Het zal u niet zeg maar ontgaan zijn dat die kwestie Jason Pinas op dit moment speelt, hè? Ja. Internationaal. Ja. Het voorval, hoe kijkt u daarnaar als vakbondsvrouw en als politica? Ja, wij moeten te alle tijden de persvrijheid garanderen. Ja. Dat staat hoog in het vaandel. Als vakbondsvrouw hebben we meegemaakt censuur. Ja. Hoe journalisten ons niet mochten interviewen. Dat wij beknot werden in ons vakbondsrechten. Dus ik zal de laatste zijn om te zeggen van dit moet aan banden gelegd worden. Ik zeg, mensen moeten de vrijheid hebben en zeker de pers. Daarvoor zijn ze er. En tegenwoordig is de pers onze derde macht. Wij kregen die informatie ook van hun. Dus ik keur dit af, wat is gebeurd met Jason Pinas. En ik zeg, dit had nooit moeten gebeuren. Nou wil ik gaan naar de veroorzaker van het probleem. Ik heb Jason Pinas gisteren gesproken. En heeft haar fijn uit de doeken gedaan wat er gebeurd is daar. Nou ja, dat dit heeft kunnen gebeuren is ingegeven door het gedrag van uw vicepresident, meneer Ronnie Brunswijk. Die was waarschijnlijk betrapt door Jason met zijn camera dat hij een handeling aan het plegen was waar hij niet blij mee was. En stapte op hem af, agressief. Waarop zijn bodyguards uiteindelijk doorpakten en Jason mishandeld hebben. In het parlement, ik weet niet of u daar op dat moment aanwezig was toen meneer Brunswijk dit diezelfde middag lees aan het parlement verklaring gaf, vertelde hij dat Jason in zijn auto binnen was gedrongen en dat hij daar probeerde een foto van hem te maken. Achteraf blijkt dat dat verhaal niet klopt, dat hij dus niet de waarheid heeft gesproken ten overstaan van de volksvertegenwoordiging. Even die twee zaken. Eén, het geweld, hè, dat hij dat heeft laten gebeuren, niet heeft gedeescaleerd, hè, niet heeft ingegrepen, dat zijn medewerkers dat deden. En twee, dat hij in het parlement toch wel niet de waarheid heeft gesproken over deze zaak. Ik heb het over een politica met een nieuw elan. Ik blijf erop hameren, hè, en dat staat ergens voor. Vindt u dat naar de toekomst toe, naar de samenleving toe, een dergelijke gezaghebber In de zin van een VP aan kan blijven? Ja, kijk, het onderzoek duurt voort en het is altijd belangrijk om hoor en wederhoor te plegen. Het onderzoek is nog niet voltooid, dus het zou prematuur zijn om nu een oordeel te vellen. Het enige wat ik zeg is dat bij zeker ik
persvrijheid hoog in het vaandel draagt. En het voorval had zich nooit en te nimmer moeten plaatsvinden. Ja. Niet met een journalist, maar ook niet met een burger. Nee. We kunnen niet zo omgaan met elkaar. Dus het onderzoek duurt voor. Ik had in het begin de zaak gevolgd. Ik dacht dat het laatste was dat de vereniging van de journalisten is uitgenodigd door meneer Ramdien. En in dat gesprek is dus aangegeven, de minister heeft ook aangegeven van Biebes, dat het onderzoek nog voordoet en zolang je niet weet wat de resultaten van het onderzoek zijn, wil ik daarover geen oordeel vellen. U leest de krant ook, hè, net als ik, hier in Nederland. Ja. En ik heb gelezen dat het Openbaar Ministerie de drie beveiligers heeft verdachtvaard en gesproken. En die drie beveiligers hebben volmondig bekend, schuld bekend, hè, wat ze gedaan hebben. En ze hebben het verhaal over het in de auto binnendringen ontkracht. Ik bedoel, de feiten, het feitencomplex is lees door de veroorzaker van het probleem bekend en bevestigd. Er zijn camerabeelden van wat er gebeurd is. Dat heeft meneer Pinas gezien en dat zal waarschijnlijk meneer Santoki ook gezien hebben. Doel, ja, dat durf ik niet te zeggen. Meneer Santoki heeft dat gezegd in het parlement, dat hij die beelden gezien heeft. Hij heeft in het parlement gezegd dat hij vraagt dat de kamer, dat de beelden vrij worden gegeven. Dat heeft hij ook in het parlement. Ook, heeft hij ook gezegd. Maar als het feitencomplex open bekend is, het voorval wat daar gebeurd is, en zeg maar de bekentenis van de drie verdachten en het verhaal van de president, wat moet je nog onderzoeken? Ja, dus kijk, ik wil me niet begeven op het justitieel gebied. Ik ben daar niet deskundig voor. Het is ook niet mijn terrein. Ik wacht rustig het onderzoek af. Het onderzoek is nog niet voltooid. En ik weet hoe lang het kan duren. Dus het zou prematuur voor me zijn om te zeggen van ja, dit is er gebeurd. U zegt het zelf, u heeft het van de krant, u heeft het van de media. En laten we het officieel onderzoek van de politie afwachten voordat ik een oordeel vel. En ik wil zeker daarop terugkomen als u me ooit de gelegenheid weer geeft. Maar voor nu zou ik mij niet willen begeven op gladheid, omdat ik niet weet wat de uitslag is van het onderzoek van de politie. Mijn dank is groot. Yes, meneer Kataram. 14 over. Dank voor de gelegenheid geboden. En ik zou u een hele fijne voortzetting.